Knip. Het is wel een doolhof hier, hè? We zijn hier op de SHK in Essen. Er zijn hier heel veel sanitaire leveranciers. Mijn naam is Rob Groen van de Wasco en wij gaan voor jou uitzoeken wat hier de highlights zijn. Druk, 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 druk. We staan hier op stand bij KWC Franken. Dat is de nieuwe naam. We staan hier bij Gert-Jan Buitenhuis. En Gert-Jan, vertel mij eens iets, de nieuwe naam. We heten nu KWC. Zelfde producten, zelfde productielocaties, alleen met een nieuwe naam. Karel, Wilfred, Claudia? Ongeveer. Wat kun je ons laten zien aan mooie nieuwe spulletjes? We hebben hier een mooie keukenkraan van KWC, de Kio. Die hebben we als één hendel met de bediening in de greep. Dus je kan de straal wijzigen. Nou, we hebben hem zoals hier in het chroom, we hebben hem in een inox versie. Ik laat je ook graag de elektronische versie zien. Hier heb je ook de knijpfunctie in de uitloop zitten, maar kun je hem ook bedienen. Harde, zachte, warme, koude en uit. Wat een mooi apparaat. En hij geeft licht, hè, die knopjes. Ja, nu in het felle licht lastig te zien, inderdaad, maar hij ligt op. Dit is een van onze noviteiten, de F5 urinoir sensor. Dit is het gedeelte wat achter de urinoir zit. De aansturing bevindt hier in de witte of de zwarte sensor. Die komt bovenop het plafond te hangen. De sensor detecteert welke urinoir gebruikt wordt en stuurt aan. Maar kan ook meteen aansturen met een kleine vertraging ertussen, waardoor je poepbelastingen in het systeem voorkomt. En dat is juist handig bij voetbalwedstrijden tijdens de rust? Of? Ja, inderdaad, voetbalwedstrijden, bioscopen. Ik laat jullie graag om de hoek ook nog wat zien. Daar hebben we een hele mooie spiegelkast hangen. Zo gauw je de spiegelkast benadert, dan gaat de lichtbalk aan. Hier links is de zeepdispenser. Hier is de kraanfunctie. En hier is of de handendroger of de tissue dispenser. Je kan ook kiezen voor papier dus? Ja, hier kun je zeep naar keuze neerzetten in grote jerrycans. Hier zit de techniek in en de elektriciteitsverdeling. Waar gebruiken jullie meestal? Openbare, semi-openbare ruimtes. Bedrijfspanden, horeca, hotels in de lobby. Heb ik hem bij de McDonald's gezien? Dat zou zomaar kunnen. Ik weet dat jullie nog een hele mooie kraan hebben en die willen jullie graag laten zien. Loop met me mee. Ook een hele bijpassende kraan, zie ik. Ja, dit is onze F4-serie. Dat is een kraan die thermostatisch beveiligd is. Maar ook in de kraan loopt een leidingje. Waardoor we een snellere waterstroom creëren voor een betere waterkwaliteit. Dit is onze Varius Care wastafel. Is ondiep, dus hij is onbereikbaar voor rolstoelgebruikers. Maar je kunt ook aan de rand een soort T-vorm. Kun je als beugel gebruiken om jezelf op te trekken. Het lijkt een beetje op zo'n horecaapparaat waarmee je ook cola en bier. Helaas zit die functie hier nog niet op. Maar ik hou je op de hoogte als we zover zijn. Kijk ernaar uit, dankjewel. Ja. Wij gaan inderdaad vandoor. Kijk ook naar de volgende aflevering voor meer nieuws vanaf de SHK.